Over Pythagoras is heel wat te vertellen. Ook wat interessante verhalen. De naam Pythagoras ken je waarschijnlijk van de stelling van Pythagoras. Maar er is over de beste man nog heel wat meer te vertellen. Pythagoras was een Griekse wiskundige die een hele groep volgelingen om zich heen had verzameld. In ongeveer 530 voor Christus settelde hij zich met zijn volgelingen in Zuid-Italië, samen met zijn nogal bijzondere ideeën. Zo mochten de volgelingen van Pythagoras geen bonen eten. Waarom dat precies was, is niet helemaal duidelijk, maar één anekdote vertelt dat Pythagoras geloofde dat er een stukje van je ziel verloren ging als je een windje liet. En van bonen kan je nogal wat winderig worden. Pythagoras geloofde dat alles in het universum bestond uit getallen. En in het bijzonder dat het universum alleen bestond uit hele getallen en verhoudingen van hele getallen. Onthoud dit even, dit is zometeen nog heel belangrijk. Pythagoras was niet de eerste die de verhouding tussen de zijden van een rechthoekige driehoek ontdekte. In India zijn voorbeelden gevonden, rechthoekige driehoeken waarvan alle zijden gehele getallen zijn. Deze zijn gedateerd op ongeveer 800 voor Christus. Ook zijn er kleitabletten gevonden met Babylonisch spijkerschrift, met soortgelijke voorbeelden. Ook is het zeker dat de Egyptenaren een driehoek gebruikten met de lengtes van 3, 4 en 5 om te controleren of een hoek recht was. Sterker nog, het is helemaal niet zeker dat Pythagoras zelf wel de stelling van Pythagoras heeft opgesteld. Pythagoras had immers een hele groep leerlingen om zich heen met wie hij heel veel over wiskunde nadacht. Het is heel waarschijnlijk dat één van zijn leerlingen zich over het probleem heeft gebogen en dit heeft ontdekt. Maar omdat hij bij de school van Pythagoras hoorde, heet het nu dus de stelling van Pythagoras. Toen deze leerling Pythagoras vertelde over wat hij ontdekt had, was Pythagoras niet zo blij. Immers als je een driehoek neemt waarbij de twee rechthoekzijdes allebei één zijn, dan is de langste zijde wortel 2. En wortel 2 is geen heel getal en ook niet te schrijven als een verhouding van twee hele getallen. Wat er precies gebeurd is, is niet helemaal duidelijk, maar er staat opgeschreven dat Pythagoras zo boos was dat hij zijn leerling meegenomen heeft naar zee en die leerling is nooit meer teruggezien. Je mag zelf invullen wat daar precies gebeurd is. Nu we een aantal verhalen over Pythagoras hebben verteld, kunnen we dan nu ook afspreken dat als één van jullie een wiskundige stelling ontdekt, dat we dit dan de stelling van Ruben noemen? Aangezien ik jullie een beetje met wiskunde probeer te helpen? Wel zo eerlijk dacht ik zo, toch? Ik hoop in ieder geval dat je Wiswereld blijft volgen. Vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.